Een retraite is sowieso een cadeau voor jezelf. Dat je even met een groep mensen samen bent. Je hoeft alleen maar op je mat te komen zitten. Het is allemaal ontzettend goed verzorgd. Er wordt heerlijk gekookt. Dat is echt steeds weer een verrassing wat je te eten krijgt. En ontzettend smaakvol. Je hebt tijd om ook nog eventjes een wandeling te maken hier in deze mooie omgeving. Ja, het is eigenlijk. Het is gewoon een hele fijne ervaring. En deze retraite is dan bijvoorbeeld een week. Dat is best wel een lange tijd. En je gaat ook echt wel de diepte in. En op een bepaald moment ben je echt ook wel een beetje moe. Dat je zoiets hebt van, oh, ik kan niet meer. Maar door de energie die hier is, die de groep met elkaar heeft, ja, dan ga je gewoon weer verder. Maar je kan ook op een vierdaagse retraite. En daarin zul je ook met dat hele fijne gevoel weer naar huis gaan. En jezelf weer een stukje rijker voelen. Sowieso het werken in een groep met heel veel dynamische oefeningen, veel meditaties, oefeningen met elkaar samen. Dat is echt heel bijzonder. Dat krijg je in het dagelijks leven zo niet voor elkaar. De kunst is om het dadelijk in het dagelijks leven verder toe te passen. Dus er hangt gewoon een hele fijne energie. Heel veilig, heel plezierig. Er wordt enorm veel gelachen, veel plezier gemaakt. En ook heel serieus gewerkt. Dus heel warm bad is het. Alleen het doen en alleen jezelf verschonen, zeg maar, dat is soms heel moeilijk. En dan heb je een groep voor nodig. En dat heeft deze retraite toch echt wel voor mij gedaan.